Ja, welkom bij de piepshow. Ik zet even weer mijn, mijn headset wat harder, dan hoor ik mezelf goed. Um, ja, het is toch weer zover, jongens. Um, we gaan het weer hebben over Activision Blizzard. En je kunt bijna wel stellen dat deze hele uitzending er min of meer over gaat, Boos. Want ik ben de Rabbit Hole ingegaan. Oh jee, oh jee. Um, Buiten 30 graden binnen Rabbit Hole. Echt. Um, er was namelijk, uh, dat was al aangekondigd, uh, de hearing van de FTC in Amerika voor een judge. Ja. Um, het is een beetje van... Wat zij wilde is, Microsoft wil eigenlijk van jongens, kom op, kom op met die beslissing, want uh, binnenkort verloopt eigenlijk zeg maar dat contract, de deal die ze hebben gesloten. En dan moeten ze dat blijkbaar dus weer helemaal opnieuw gaan doen. Dat kost weer tijd en moeite. Ja. En FTC wil dat kosten. Die zegt van, ik heb nog gewoon tijd nodig. Ik wil geen rush. Dus ja, dat clashte met elkaar. Dus dat moest uitgevochten worden voor uh, de rechtbank. En je weet het, en dat hebben we allemaal al gezegd, als het straks voor de rechtbank gaat komen, uh, dan moeten moet partijen met de billen bloot, want ze ja. moeten Onder ede verklaren. Um, en uh, ik kan je vertellen. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Het gaat vanavond en morgen nog door. Vanavond komt bijvoorbeeld Jim Ryan aan het woord. Die wilde niet live daar uh, verschijnen. Terwijl de hele Microsoft delegatie. Heeft daar gewoon live gezeten. Phil Spencer is daar zelfs alle dagen. Okay. Phil, uh, Jim Ryan wil alleen maar op video. En ze zijn uh, as we speak. Zijn ze aan het bekokstoven. Of dat nou wel of niet uh, behind closed doors of in de openbaarheid is. Dus ja, het is allemaal super tactisch. Uh, van ja, maar dan komen er cijfers naar buiten. Dat mag de concurrent niet weten. Bladibladibla. Er was een Zoom link op een of andere manier. Uh, dat werd op een gegeven moment een beetje gedeeld. Uh, uh, volgens mij zat ik op Telegram of zo, een Zoom link. Dus ik kon meekijken. En ik heb serieus gewoon 6, 7 uur uh, beide dagen zitten kijken. Vol verbazing okay. wat daar allemaal gebeurde. Um, en ik denk, laten we het gewoon even doornemen. Want okay. het, het, de heel veel dingen zijn gewoon heel veel duidelijker geworden. En niet altijd ten faveur van een bepaalde partij. Uh, ik pak hier even Forbes bij. Uh, nogmaals, ik had honderd andere sites kunnen pakken. Waarom pak ik even Forbes? Deze man die dit geschreven heeft is geen voorstander van de acquisitie. Dat zegt hij ook. Hij is not the biggest fan. Maar hij zegt wel wat ik daar gezien heb. Weird, weet je wel. En niet ten faveur van uh, de tegenstanders van die acquisitie. Uh, oftewel, FTC... Uh, en nou, hier zegt hij ook. But if Sony and FTC are doing everything they can to block this deal... they are doing a very, very bad job of it... as evidenced by this week's hearings. En ik, ik moet me daarbij aansluiten. Nogmaals, ik ben geen partij. Ik vind dit gewoon interessant om te volgen. Maar ik had wel echt iets van... die FTC snapt echt niet waar ze... Waar ze mee bezig zijn. Ze snapt gewoon die hele gaming shit niet. Het was, was, was op een gegeven moment zo dom. Maar goed. Anyway. Yeah. Um, beetje chronologisch. Um, uh, volgens mij kwam eerst Mad Boody aan het woord. Die, dat, dat, daar kwam niet zo heel veel uit. Anders dan uh, dat hij wel ooit gezegd heeft: Van ja, ik heb ooit in 2019 gezegd dat. Fuck it. Uh, als we iets exclusief gaan krijgen, dan mag het ook absoluut niet bij PlayStation komen. Uh, bij hem kwam ook de deal dat uh, Indiana Jones. Dat dat. Van origine van naar de PlayStation 5 zou komen dat, die dat, dat ze dat uh, na, de na de overname van Bethesda hebben ze dat dan uh, exclusief gemaakt voor Xbox. Daar kwam wel wat uit. Maar um, de advocaten van Microsoft, dat, die waren wel lekker bezig, die kwamen met een e-mail van Jim Ryan mm -hmm. voor uh, vlak voor dit hele ellende, waarin hij gewoon letterlijk zegt. Hey, die deal man. I'm more, more than okay met de deal als die doorgaat. Weet je, het kan me allemaal niet zo veel uh, uh, schelen. En ik ga even. Is dat, is dat, denk je niet dat dat gewoon een beetje stoere praat is? Dat die gewoon zoiets heeft van, oh, weet je, onze grootste concurrent neemt de allergrootste uh, uh, uitgever over. Uh, ach, daar hebben we toch geen last van. Dat zou. Kunnen. Um, wat zei hij letterlijk? En het was een mail van hem naar een andere high-ranking uh, Chris Deering. Oh uh, ja, dat is een uh, oud gediende. Ja, precies. Uh, en dan zegt Ryan in die mail: It's not an exclusivity play at all. They're thinking bigger than that. And they have the cash to make moves like this. Um, en dan zegt hij op een gegeven moment: uh, uh, Even kijken. Um, we have some good stuff cooking, said Ryan, referring to Bungie. I'm not complacent and I rather, I rather this hadn't happened, but we'll be okay. We'll be more than okay. Um, het hele verhaal is natuurlijk dat PlayStation openlijk aangaf: Jim Ryan, van als dit doorgaat, dan, dan is PlayStation klaar. Terwijl hij dus ja. in deze mail intern zegt: Ach ja, oké, okay, het, het is niet tof of zo, maar. Maar dan is het toch einde oefening? Nou ja, dit, dit, dat is bedoel, wel wat veel het, mensen zeggen van oké, okay, dit is wel echt een mokerslag. Weet maar, je wel. De, maar een rechter zal um, hieruit opmaken dat er geen bezwaar is tegen de overname. En terecht, en ik bedoel, wat ze namelijk aandragen als argument wat mm -hmm. ik gezien heb de afgelopen tijd. Dat is allemaal heel erg. Uh, dat is niet heel direct. Het gaat er wel een beetje omheen. Het gaat een beetje om de, uh, de circumstantial, is het. Weet je, hoe, hoe noem je dat in het Nederlands? Dat soort van, uh, het gaat allemaal bijzaken. Uh, maar dit is gewoon. Hij zegt het gewoon. Nou, geen probleem. De overname kan doorgaan. Nou, dan is de rechter toch snel klaar. De, je, bijvoorbeeld, alleen deze rechter mag dat niet beslissen, maar mag alleen zeggen van het gaat wel uh, die, die, dat uitstel van dat mag dat wel of niet. Dus hij mag oh. niet zeggen van die deal gaat helemaal niet door. Je zag wel op een gegeven moment, maar dan kom ik loop ik eigenlijk een beetje vooruit dat die rechter geïrriteerd begon te raken... Uh, als de FTC aan het woord was. En op het eind ook op een gegeven moment zegt... oké, okay, uh, sorry, maar hier gaan we, deze route gaan we niet verder. Uh, heb je nog andere vragen? Weet je? En dat is, als, als een rechter dat tegen een advocaat zegt... want een advocaat heeft natuurlijk een heel verhaal. Een soort van, dit is mijn route. En opeens halverwege zegt die man van... oké, okay, ik ben nu klaar met deze route, want dat brengt niks. Wat heb je nog meer? Dan heb ja. je gewoon een probleem. Wat ook heel interessant was... Uh, op een gegeven moment... Uh, zaten ze te hakken op op Bethesda, weet je Ja, maar even kijken. Jullie hebben Bethesda overgenomen. En sindsdien is Starfield exclusief voor de Xbox. Dus dit is wat jullie ook gaan doen met Call of Duty. En toen zei Phil Spencer, want die was aan het woord. Hm. Um, nou ja, het, wat er gebeurde is: uh, PlayStation had allemaal deals met Bethesda om het weg te houden bij ons. Dat hadden ze bij. Uh, Ghostwire Tokyo dat hadden ze bij uh, Deadloop. En toen hoorden wij dat het ook ging gebeuren met Starfield. Starfield was bedoeld als een PlayStation 5 exclusieve PC. Dat is wat PlayStation wil. En toen dacht Microsoft: "Oké, okay, dit moeten we niet hebben, dan kopen we die toko." Want ze kwamen er gewoon niet tussen. Ja. Bethesda weigerde te praten omdat Sony heeft zoveel macht en ja. hetzelfde geldt, ook Bobby Kotick die is vandaag ook aan het woord of op dinsdagavond die heeft letterlijk ook gezegd en ook dat wordt aangevoerd Normaal is het altijd 70-30 de verdeling. En Bobby Cottage zei: nee, als jullie, als jullie Call of Duty op de Xbox willen hebben, dan wordt het minimaal 80-20. Want anders hoeft het van mij niet. Geïnstigeerd door PlayStation. Ja. Dus het ontploft in de, in, de, in de gezicht van: hey, ik. Phil Spencer speelt dan een beetje van: ja, weet je, mij maakt het niet uit. Maar. Het werd steeds weggehouden bij ons, dus ja. er was voor ons geen andere mogelijkheid dan Bethesda te kopen. Want wij wilden Starfield om ons platform hebben. En ja, nu wij het hebben, ja, dan ga ik niet opeens zeggen dat PlayStation het wel mag hebben, weet je wel. Dus, maar het is toch ook interessant? Kijk, PlayStation heeft dus openlijk uh, echt. Uh, is keihard de concurrentie aangegaan met Microsoft, zeker en daarin hebben ze dat hebben ze goed gedaan. Weet je, de van de PC-4 hebben ze echt kont geschopt aan alle kanten. Ja, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment, zeker bij zo'n monolog als Microsoft de bal terug. Ja, en dat is wat hier gebeurd is, natuurlijk. En dat bedoel ik van alsof de FTC niet goed was voorbereid of was voorgelogen door PlayStation, van dat dit allemaal op deze manier uh, uh, gelopen is. En uh, ik ben even op zoek, want er waren meer van dit soort verhalen. Denk je niet dat... ik ik bedoel als ik zit er ah, ja, je Hier breken... is het inderdaad, de bombshell van Sarah Cerabond was echt mega. Die was zo fucking straight. Daar ja. echt met lachen en grapjes maken. Die was zo in vorm. In ja. uh, die zegt dat bombshell van Sarah Bond, Bobby Cottage forced Microsoft to give Activision... high revenue share to keep caught on Xbox Series XX. Cottage made clear if we did not move beyond standard revenue share that he intended not to place Call of Duty on Xbox. En maar kijk, ja. dit, ik vind het niet zo bijzonder, man. Dit nee, is nee. gewoon, weet je, dit is gewoon een onderhandeling die je hebt. Weet je, je hebt Call of Duty, het is een van de grootste franchises. Je hebt geen hardware platform, dan mm -hmm. nou, ga je gewoon onderhandelen. En waarschijnlijk zou, en, en ding is, kijk, PlayStation moet die hebben, want dat is het grootste platform. Nou, dat betekent dat Xbox moet gewoon lappen als hij ook die shit wil. dat is wat je doet als je uh, weet ik veel als jij Ajax te gast wil hebben in je, uh, weet ik wel in je game dan betaal je ook het volle map of zo, weet ik wel. Je betaalt nee. gewoon het is business, nee. dus ik vind het. Ik vind het allemaal niet interessant. Nou, het, het, het nee dat, dat, dat klopt en op zich is het ook niet zo vreemd dat dit soort dingen gebeuren. Nogmaals, als je kijkt ook naar de verhouding tussen uh, de inkomsten vanuit de PlayStation, vanuit Call of Duty en Xbox, dat is dat is bij wij spreken 80-20 of misschien nog wel meer. Weet je, ja. het is zoveel veel groter daar, dus logisch. Dat is een leverage voor Bobby Cottage, die een staak is om zoveel mogelijk geld te halen. Hij hey duwt, weet je, die Xbox, het, het, is, het is zo marginaal. Voor mij hoeft het niet, maar als je het wil hebben, dan ga je gewoon wat meer lappen, weet je, ja. want ik verdien te maken. Dat is normaal. Het probleem zit hem erin, natuurlijk, dat PlayStation. Um, het vingertje de andere kant op, weet je, maar die Xbox, dat zijn, de, dat zijn de bad guys, ze proberen alles ja, af te pakken, maar ze zijn dat zelf. Ze dus zijn het dus ja. overlijk daar. Het is gewoon business, daarom, daarom denk ik ook, de rechter die die heeft dan geen vijf minuten voor nodig voor deze hele zaak. Dat zou best... nou, Want dit... het, het is zo duidelijk wat er aan de hand is, en dat is al vanaf dag één, weet je. Het enige wat Sony wil, is gewoon rekken, rekken, rekken en nog eens tijdrekken. Ja, en uh, Microsoft heeft gewoon, ik weet je, ik vraag me wel eens af, denk je dat Microsoft echt. Belang bij heeft om Activision Blizzard over te nemen. Misschien is het wel gewoon. Nou, als dit hele ding ontploft. Kom die ik zo hele bij. deal gaat niet door. Ja. Misschien is dat wel een gigantische. Ja, nee uh, dat denk ik niet. Dat nee? denk ik, ook, ook door wat Phil Spencer op een Maar goed toen ging het verder. Uh, ook van, op een gegeven moment zei hij van FTC. Tegen Phil Spencer dus blijk. Oké okay, dus uh, goed. Je, 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 je gaat nu 70 miljard betalen. Gewoon hoppakee aan acquisition. Uh, klopt toch. En dan zegt hmm. Phil Spencer. Volgens mij snap je niet hoe een overname van een bedrijf. Want wat zij zegt het is feitelijk van: ja, maar waarom heb je dan niet allemaal exclusieve deeltjes met iedereen? Waarom moet je hem dan overnemen? En hij zegt dan terecht: no, when you acquire something, it's not a payment. It's like when you buy a house. You're buying an asset that has value. So it's really a transfer of cash into an asset called Activision. That you believe retains the value that you, uh, that you acquired. So to try and characterize the 70 billion as somehow. Spent is incorrect financially is really moving 17 billion in cash into an asset which is a game publisher that to us is actually worth more than 70 billion so it's not spent. Ja. Hij geeft de FTC gewoon een lesje van: Oké, okay, hoe werkt een overname en, yeah. en hoe werkt uh, 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 bijvoorbeeld een, een exclusieve deal? Want dan zeg je ja, dan betaal ik 20-30 miljoen uh, om, om iets te krijgen en ik weet niet wat ik ervoor terugkrijg. Ik heb namelijk niks. Um, ja. en, dit is mind blowing voor mij. Van zij weten toch wel. Dit is de, 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 de toko die de economie moet toetsen. Nee, ik. Ja, ja, ja het, nee. Ik, het is, kijk, het is natuurlijk ook een beetje gehusteld met woorden. Weet je, kijk, ja. als je geld uitgeeft. Wij, jij en ik, en de gewone sterveling, denkt heel erg in termen van consumeren. Mm -hmm. Weet je, dus je koopt, ik zeg maar, wat je koopt, een pak melk en dan drink je die melk op en dan is het weg. Weet je, dan de, de, de 1,50 euro of whatever wat je er aan het uitgeven is, dan gewoon weg. Dat heb je uitgegeven, dat heb je geconsumeerd, dat is weg. Maar inderdaad, een huis consumeer je niet. Een, een, een uitgever zoals Activision Blizzard, dat consumeer je niet. Het is niet nee. alsof Activision Blizzard straks nog maar, uh, weet ik veel, nog maar 5 miljard waard is of zoiets, omdat ze alle games zijn op of zo. Weet je? Ja. Ik bedoel, je consumeert het niet, weet je. Het blijft zijn waarde houden. Ja. Dus in die zin, het is gewoon, je zet een deel cash om. In iets wat ook die waarde heeft. Het is een, een boekhoudkundig trucje. En waarschijnlijk wat er hier ook nog gebeurd is, dat voor een groot gedeelte ging het niet eens om cash, maar ging het ook om aandelen uh, overdracht, waar weer exact. allerlei voorwaarden aan zitten. Dus ja. het is niet zo, zo, zo zwart-wit. Uh, nou, toen ging FTC vrouwelijk verder. Toen zei ze van, nou ja, kijk, wat wij hè, tegen de rechter van wat wij nou namelijk heel vervelend vinden, is wat er gaat gebeuren. En dat dat, dat 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 gaf Jim Ryan ook aan: van we krijgen een minder kwaliteit game, of er komen allerlei onderdelen in de game bij, uh, bij Xbox die niet in de PlayStation zit. en dat kan natuurlijk niet. Waarop Phil Spencer zei van: "Maar dat doet PlayStation al jaren." Ja. Yeah. Zo, so, what's the de big deal? En ik had echt iets van: "Maar een beetje onderzoek had kunnen uitsluiten dat het met name PlayStation is die al die fucking exclusive leveltjes, exclusive dit dat is hun bread and butter. Prima dat ze het doen. Maakt yeah. mij niet uit. Dat is business. Maar hoe kan het dat de FTC niet weet?" Dat ze dit zelf ook doen. Omdat ze hier helemaal niet hebben. Uh, <laughs> wat weten zij van videogames? Weet ja, en dan zou je toch denken van dan zou Sony ze toch wat beter moeten geïnstrueerd hebben. Van, nee, maar dat nou. is waar je advocaten voor hebt. En, ja. en dat is hoe zo'n case wordt opgebouwd. Dus je maakt je argument juist aan de hand van dit soort uh, verhalen die langskomen. Nou, dan maak je dus je argument van oké, okay, nee, weet je, PlayStation doet dat al jaren. Weet je? En dan dat is onderdeel van je argument. En dan moet dan de rechter naar luisteren. Ja, Um, even kijken hoor, en het gaat uh, allemaal... Uh, uh, nou ja, goed, oké. Okay. En nu komen eigenlijk een beetje... Uh, um, even kijken hoor, even kijken. So this, uh, dan zegt de FTC, so this ABK deal would take you out of the third place in the market, right? En dan zegt Phil Spencer, that's not our goal, no. We want to expand into mobile. En hier was de FTC opeens een beetje flabbergasted... Kijk, zij zitten heel erg te focussen op die console en een beetje op cloud. Uh, console, weet je, die console-markt, dat, dat Xbox straks dominant gaat worden door deze deal. En duidelijk is, uh, ook in de cijfertjes kun je dat gewoon nagaan. En maar veel zegt het hier nog: nee, die console-markt gaat niet zoveel verschuiven. Daar geloven wij niet in. Uh, sterker nog, Call of Duty-spelers, daarom willen wij Call of Duty ook op de PlayStation houden. Die blijven daar gewoon. Die gaan echt niet opeens een Xbox kopen. Dat is een ja. bigger deal. De bigger deal is mobile. Dat is die fucking massa van 2 miljard mensen die nu allemaal op een mobile allerlei spelletjes zitten te spelen. Die willen ze binnenhalen via Game Pass. En dat is de Aziatische markt van de Aziatische ja. markt, whatever. En um, FTC zo so is een write-off. En dan zegt Phil, uh, wat heb je het over? Your business is a write-off. Uh, I don't get what you're saying. En dan zegt FTC, let's move on. Weet je? Maar omdat ze bedoel... zich realiseert wat een domme vraag het is. Exact. Ja. Hij heeft geen idee wat hij bedoelt als hij zegt we want to expand into mobile. Hij weet niet wat... Het, die FTC-figuur die daar zit, ja. heeft geen idee wat dat betekent. Hoe groot die markt is, hoe je daar dan je in begeeft, gewoon geen idee. Nee, en uh, dit, dit is ook wel duidelijk. Op een gegeven moment kreeg je ook wel een beetje het idee en, en het komt toch wel steeds meer toe zonder nou te zeggen van God, weet je wel, wat hebben we gelijk of dat soort dingen. Maar... Uh, wij focussen ons met ons allen heel erg op die first, die AAA-blockbusters, weet je wel. Maar mm -hmm. PlayStation heeft. Nou, je ziet al bij PlayStation dat het voor hun heel lastig is om er drie per jaar te maken. Het is gewoon ja. te duur geworden. Mm -hmm. Xbox heeft datzelfde probleem. Die gaan echt wel met die paar hè, Starfield, Fable. Maar dat is niet de bigger picture. De bigger picture is dus feitelijk een, een subscription model neerzetten met. met uh, Heel veel verschillende kleine, mid-level, mobile, dat soort games. Uh, waar iemand zoiets heeft van, fuck, ik, ik vind het gewoon leuk om af en toe gewoon spelletjes te spelen. Uh, wat moet ik hebben van de achterdag? hey neem Game Pass, want dan kun je het op je mobiel spelen. Dan kun je het ook gewoon met, met de cloud. Kun je het... Dat is voor hun een doel. King, weet je, de Candy Crushers. Uh, daar zit voor hun de interesse ja, in. Nou, ik, ik bedoel, weet je, het is natuurlijk een deel daarvan. Uh, maar goed... Ja, weet je, ik bedoel, het is. Wat ik zo raar eraan vind, is mm -hmm. dat het. Uh, dat wat Xbox aan het doen is, uh, best wel duidelijk is. Maar omdat het nog niet eerder gedaan is, voor mm -hmm. iedereen blijkbaar volledig. Uh, uh, hoe noem je het? Onderzichtig is. Ja. Weet je, ik bedoel, je kunt naar Spotify, naar Netflix en weet ik van al die online diensten. kun je gaan kijken. En dan kun je kijken van oké, okay, hoe werkt de dynamiek van zo'n zo 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 serviceplatform? Ja. En dan kun je gewoon kijken van oké, okay, wat als je dat met Game Pass wilt doen, wat heb je dan nodig? Hoe werkt dat? Hoe, 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 hoe doe je dat? Hoe doe je dat naar mobiel toe? Hoe doe je mm -hmm. dat naar anderen? En dan is het gewoon logisch dat die content alles is. Ja. En ja, weet je, ik, ik vind toch dat dat. Ik begrijp gewoon niet dat het argument van PlayStation nog zo lang overeind gebleven is. Want ik vind het namelijk los van dat ik ook geen fan ben van die deal, mm -hmm. uh, vind ik het gewoon. Um, ja, het is gewoon. Business, weet je, de ene partij uh, koopt een andere partij. Oké, okay, probeert so van wat je zoekt is van, oké, okay, hebben ze ergens een grond om dit tegen te houden? Want in en het grappige is ook wat heel veel mensen zeggen, de FTC is de Amerikaanse wakom. die moet dus Amerikaanse bedrijven beschermen in principe uh, tegen, uh, tegen uh, overnames die misschien veel te groot worden of dat soort dingen. En nou zijn ze eigenlijk bezig om een aziatisch bedrijf te beschermen terwijl een Amerikaans bedrijf gewoon een ander Amerikaans bedrijf wil overnemen. Je hebt wel gelijk. Uh, we zitten heel erg, ...ofthans de FTC en veel gamers zitten te denken aan, aan nu. Weet je, dus die, die, die console-markt en dit en dat, ja, maar een Call of Duty exclusief. Dat ding dat Microsoft is bezig met een toekomst die volkomen onzeker is. Want we weten helemaal niet of dat met mobile aanslaat. We weten echt absoluut niet of xCloud... cloud dat werd ook duidelijk. Microsoft heeft, heeft eraan gedacht om een Google Stadia, dat gaf veel spenser toe. We hebben gedacht om een echt. Een, Losse component te maken en een stadium, maar dat was veel te duur. Uh, dat werkte niet. Sarah Bond zou ook eigenlijk de mensen gebruiken op dit moment voornamelijk, dat was wel grappig, uh, 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 X-Cloud om als ze een game aan het installeren zijn, toch al eventjes te kunnen spelen. <laughs> het wordt nauwelijks gebruikt als een ja. loswaardige. Die markt is er nog niet. Um, wat, en dat is ook wel interessant, want dat is wat de FTC ook een beetje op hapte. Ja, maar dan heb je de cloudmarkt. En toen riepen ze zelf iemand van Google Stadia op. En, uh, en die zegt ook van, uh, al, al, en, en, en wat hij zegt is van, ja nee, die, ma die markt is fucking klein. En eigenlijk is er op dit moment gewoon helemaal geen geld te verdienen, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, dat is wat Max ook zegt van, het is fucking moeilijk om die markt te maken. De markt is er nog niet. We moeten hem maken en dan moet je gewoon investeren. Dan, dan kom je er niet anders dan op onze manier. En nou, dat werd ook nog onderuit geschoven. En ook een heel mooi moment was deze. Uh, op een gegeven moment leek het echt alsof de FTC daarvoor Jim Ryan zat te doen over die Call of Duty. Ze kwamen er maar niet doorheen. Want ze, ja, maar jullie gaan dit dan uitsluiten? Nee, dat gaan we niet doen. Uh, PlayStation ja. kan het krijgen zoals ze het willen. En toen zei ze op een gegeven moment: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, kun je nu onder EDE verklaren uh, dat Call of Duty op de PlayStation blijft en any future PlayStations? En dan zegt Phil Spencer: Ja, is prima. Ja. En toen was het klaar, ja. wat mij betreft. Oké, okay, en maar wat uh, wil je nog meer? Want dat yeah. is wat ik, maar het, wat het interessant is. Ik vind het ook raar, hè? want ja. uh, je weet. Microsoft heeft uh, in de jaren 2000 ontzettend veel gezeik gehad mm -hmm. uh, over het feit dat ze Internet Explorer in Windows hadden ja. uh, gebakken en uh, dat gaf hun een oneerlijke concurrentiepositie, mm -hmm. ja. bladibla. De hele toestand van miljarden boetes. Nelly Smit-Kroes heeft dat nog eens een keertje voor elkaar geboxt en uh, heel veel gesodemieter en gezeik. Zo erg zelfs dat Microsoft is op een gegeven moment Mozilla, uh, mm -hmm. die Firefox ja. maakte, gaan uh, betalen zodat dat kon blijven doorgaan. Ja. Waarom? Omdat uh, voor Microsoft was het van levensbelang dat er uh, concurrentie bestond. Zeker. Microsoft heeft ook op een goed moment uh, Apple uh, overeind gehouden. Mm -hmm. Want ze hebben concurrentie nodig. Microsoft is er absoluut niet op uit om Playstation nek om te draaien. Nee. Want dan hebben ze weer zo'n situatie waarin ze miljarden boetes gaan krijgen van allerlei Overrijden exact Daar helemaal geen en, zin in, en aan de verdienkant zit er gewoon te weinig. Wat veel Spencer allemaal zeggen: is het wij gaan nooit enterneemer? Ons platform, de Xbox, wordt nooit enterneemer nummer 1. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Daarvoor zijn PlayStation en Nintendo gamers te investeerd al in hun platform, dat gaan we ja. niet wegkrijgen met oké. Okay, dus nu kun je alleen maar Call of Duty bij ons spelen. Ja, ze hebben de content ook niet. Ze ja. hebben de content niet. Het gaat om uh, de game pass en het gaat uiteindelijk ook om mobile en al die andere markt die mainstream appeal die ze willen hebben. Nou, en toen begon die mevrouw, meneer, weet ik niet meer van de FTC: van oké, okay, uh, Diablo. Sweer uh, je nu bij deze dat Diablo ook. En toen zei de, de judge van oké, okay, maar dit is niet zoals het werkt, weet je of, nee. van, Nou, moet je je mond houden, want uh, en toen blokkeer is dus gewoon de telefoon, de, de microfoon. Bizar. Ik vond dat zo ja. bizar. Van nou ben je echt de advocaat van Sony aan het spelen. Nu ben je alle dealtjes voor Playstation aan het uh, binnenharken. Um, al vrij nee. snel daarna... Uh, oh ja, en, en vlak daarvoor had Jim Ryan uh, alweer uh, gemeld dat als de deal doorgaat, Um, ja, dan weet hij niet of Microsoft wel toegang krijgt uh, tot gegevens van de Playstation 6. Want anders weten zij hoe de Playstation 6 in elkaar zit. Dus die blijft maar een beetje dat... Ge... Die, die buiten de bal doorschuift. Ja, dat, dat gemieren ge muis ja. over Ja, Maar dat zijn de bad guys. En die, ja. die, Weet je, ik bedoel... Maar daarom, dat is ook waarom ik me er op een gegeven moment een beetje mijn interesse in verloor. Ja. Omdat ik gewoon het gevoel heb: van, ja, dit zijn gewoon twee concurrenten die elkaar gewoon het leven zuur aan het maken zijn. En verder ja, doet het er eigenlijk niet zoveel toe. Die overname gaat waarschijnlijk gewoon door. Nou ja, dat is wel en, uh, feitelijk het sentiment pers. van de meeste analisten. Van oké, okay, weet je, dus Phil heeft nu gezegd: Playstation krijgt Call of Duty altijd zoals ze het willen. En we gaan er ook niet aan morrelen, weet je. Dus ja. we weten nu, de cijfers zijn overduidelijk, zonder. Call of Duty uh, heeft PlayStation een immens probleem. Het is de grootste game op het PlayStation. 9 van de 10 jaar is het de grootste game geweest. Ja. Uh, er gaan miljoenen, 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 miljoenen aan uh, micro sections doorheen. PlayStation, die twee moeten gewoon met elkaar een deal maken. Dat, ja. dat, dat, dat is het enige. Want de rechter gaat dit niet. Iedereen zegt ook van, de rechter gaat niet zeggen van. ik, ik blokkeer het. Uh, ja. Er is gewoon geen argument. En wat je nu ziet eigenlijk, en dat vond ik het meest opzienbare dat de aap uit de mouw is van, waarom hebben wij Bethesda en Activision gekocht? We kwamen er gewoon niet tussen. We waren gewoon te klein. Ik bedoel, elke ja. keer als we aanklopten van, we willen een exclusieve deal. Ja, nou ja, maar Playstation, die die twee keer zoveel en ja. heeft veel meer. Dus fuck het. maar. Ja, dan moet je kopen. Dan, dat, dat precies wat jij zegt, ja, dan helaas, dan fuck je met de verkeerde persoon, want ze hebben heel veel geld. En hebben ze ja. besloten, oké, okay, we gaan het uh, we gaan het uh, volledig kopen. En um, ja, echt. De FTC begon het hele verhaal met: wij hebben, we hebben kilometers aan proof om dit te bewijzen. Aan het einde van de dag had iedereen zoiets van: holy fucking shit. Dit is niet best. Nou ja, en nu krijgen we dus Jim Ryan dus nog. Uh, we krijgen uh, Bobby Cottage, die gaat ook nog okay. getuigen. Nou, top. En die heeft dan wel een hele rare rol daarin: hè? dat hij dus eerst eigenlijk gewoon altijd. Maar die kan alleen maar winnen. Ja, maar dat is natuurlijk ook een smiegel. Eerst wilde hij alleen maar ja. PlayStation. Nu is die overkocht en dan loopt hij al van ja, maar Microsoft is top. Ja, weet maar, je. maar ook dat, ja, weet dat je, is dat, is, dat is gewoon business. Ja. Hij heeft gewoon een hoge prijs van Microsoft en dan werd hij gekocht. Hey, super voor de aandeelhouders. Um, ik weet het niet man. Ik, ik vind die hele shit verder ook niet, <laughs> niet heel erg boeiend. Ik vind Call of Duty verder niet zo heel erg meer boeiend. Nee. Het, het is gewoon uh, deze shit. Ik, ik denk eigenlijk gewoon. Ik, ik vind het fascinerend hoe zij uh, die shit 70 miljard waard vinden. Want ik kan dat gewoon bij mij Ja, ja dat, maar, dat maar is, is dat? Weet je, over nou ja, die, die, ziet... die hele Call of Duty-business is misschien bij elkaar uh, 2-3 miljard waard. Dan heb je nog de, uh, hoe heet het, de Blizzard Games. Weet je nou wat mm -hmm. het ook nog eens een keer 2-3 miljard zijn. Uh, goed, nou, ja, weet je dan? Oké, okay, dat is dan 6, weet, weet ik wel, ergens tussen 2 en 6 miljard uh, per jaar. Nou goed, dan moet je toch wel. Uh, ze, ja, dan moet je toch wel flink wat. Uh, nee. Maar Het kan, weet je, als je dat gewoon vijf jaar vol Ja, goed, rijden, het, dan het, heb je het het geld het, terug. Het, 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 ze gaan vooral een leuk inkijkje dat Phil Spencer heeft dat idee voor de overname. Uh, dat is zijn taak. Om, om dat uh, kant en klaar te maken. Dus dan moet hij inderdaad aangeven wat ze willen doen. Wat is de strategie, wat is economisch? Hoe welke ja. assets en blauw. En Nightella Della en uh, de Bobos hebben het goedgekeurd. Dus hij zal ongetwijfeld een goed verhaal hebben gehad waarom ja. dit kan lukken. Um, nou ja, maar dat betekent dat ze dus heel erg veel geld uit die mobiel maken. Want als ze. Ja. Stel je voor dat ze dit vijf jaar doen, en ze halen de 30 miljard uit, uit de bestaande franchises van, ja. uh, van Activision Blizzard. Ik bedoel. Ja, weet je, dan, dan, dan ben je er nog niet, weet je. Dan zit je nee. nog pas op, op, weet ik veel, op 40% of zo. Dus dat betekent dat de rest moet dan uit, uit mobile komen. En dan de aankomende tien jaar, ja, god. Ja, het is... Ja, ik weet het niet. Nou, misschien, misschien kan het. Ja. Ik, ik vind het ook een hoop geld. Um, goed, nou, dat is de stand van zaken. Ik ga het weer, vanavond, vanavond ga ik het lekker allemaal weer volgen. Want ik vind het wel, ik vind het met name, ik hou gewoon heel erg van die juridische shit. Alhoewel het geen juryrechtspraak is, want dat vind ik nog veel leuker. Maar ik vond het wel heel interessant. Um, toch nog even terugkomen op Activision. Ja, dit vindt ja, nou, dit is eigenlijk ook alweer. Heel veel mensen snappen het niet. Mm -hmm. uh, Activision heeft aangegeven dat vanaf september 21 Boris niet meer kan spelen met de originele Warzone. Dan is het klaar. Uh, dat wat jij nog wel leuk vond. Ja. Uh, iedereen zegt van hoe kunnen ze dat nou doen man? Want uh, ja, duidelijk, die andere. Doet het gewoon niet goed, en uh, in de oude heeft iedereen wel zijn marktsecties gekocht. In die nieuwe niet, ja. Dan is er maar één weg, dan moet je ze gaan forceren. Ja, nou ja, dat is, dat, dat is waar iedereen natuurlijk bang voor is. Met dit soort shit, ik denk wel dat dit een uh, ja of er moet straks iets heel goed komen. Maar dit is ook wel een misschien wel een begin van een aflopende. Eigenlijk is Warzone al vanaf de launch, het is natuurlijk heel snel gegroeid, ja, um, en sindsdien. Is het gewoon langzaam een beetje is het minder geworden. Ja. En ik moet wel zeggen: Kijk, wat, wat Warzone ook niet sterker maakt. zijn al die verschillende modes en al die verschillende maps. Um, ja, al die spelers worden het gewoon verdeeld. En wat je nu heel erg hebt bij Warzone, is dat je gewoon merkt van die hele game zit vol met bots. Ik ja. heb het gevoel dat ik af en toe nog maar met vijf of tien spelers maximaal erin zit. De rest zijn allemaal bots. En, dat, uh, en je ziet het gewoon aan de AI, je ziet het ja. aan het gedrag. Ik vind het gewoon niet, uh, ik vind het niet heel indrukwekkend. En ja, weet je, ik denk eigenlijk dat die, die serie is gewoon zwaar op zijn retour. Mm -hmm. En uh, het is niet dat het helemaal dood is, absoluut niet. maar het is gewoon op z'n retour. Maar ze hebben net de touch niet die uh, Epic wel heeft met Fortnite. Op een of andere manier weten die toch uh, Ja, maar dat, dat zit hem en... daarin. Fortnite is één map. Het is één game. Zeker? Het is één mode. En maar is maar gewoon... ze doen ook leuke uh, co-ops, weet je wel. Met allerlei... ja, die, die ene map ook nog eens een keertje. Exact. Ja. En uh, nou ja, we hebben ook onlangs dat het hele gedoe gehad met uh, die, uh, um, die influencer die uh, uh, wat zei over uh, kinderen en, en seksuele voorlichting op scholen. Nou, die zijn er allemaal uitgestaan. De hele tijd net de verkeerde twist, weet je wel. Oh. Uh, waardoor op een gegeven moment je ook gewoon steeds minder mensen gaat spelen. En het is al heel knap hoor. Want het bestaat nu drie, vier jaar om, om een service game drie, vier jaar levend te houden. Hoorzaak bestaat wel langer dan dat. Hè? 2020 volgens mij hoor. Ah oh, ja? Ja. Het is nog ja. niet eens zo heel lang dan. Maar je hebt natuurlijk te maken met. Uh, weet je wel, drie, vier jaar in het leven van een jongere is vrij lang. Dan heb je andere ja. interesses, weet je. Wel. Dat kan zijn. Uh, maar het kan niet alleen maar jongeren er zijn, hoor, die Warzone spelen. Maar nee, het is gewoon. Uh... Het is ook een wat moeilijker gank. Kijk, Forzone is bijvoorbeeld ook wat meer cartoony, Dus je kunt wat makkelijker maffe shit erin inbouwen. Nou ja, Warzone is natuurlijk heeft een deel is het een beetje pure oorlogsvoering? dus dat je te nee, gekke nee, weet dingen weet je wat noemt? het gewoon het is gewoon het mapdesign dat is gewoon het hele probleem ja. en wat je nu hebt dat je die, met die verschillende modes en die verschillende maps is dat je gewoon ja je hele playerbase wordt wordt waaierd uit over al je modes en al je maps en um, om heel eerlijk te zijn die eerste map was gewoon de beste ja nee nee absoluut ze hebben het nooit kunnen verbeteren en daarom uh, mensen snappen het niet, maar de reden is gewoon heel simpel. Uh, als je dat openhoudt, blijven mensen daar hangen. Daar wordt gewoon blijkbaar te weinig geld mee verdiend. Dus iedereen moet gepusht worden naar die nieuwe versie. En geloof me, die oude versie komt wel een keer, wel een keer terug. Maar ja. dan wel als paid content, weet je. Precies, dus dan ja. moet je er weer voor gaan betalen. Ja. Uh, tot slot, uh, ja, toch even een snufje E3. Uh, afgelopen vrijdag kwam het bericht van de le Tourist Board, dat is zeg maar de VVV van LA, die hebben dan gesprekken elk jaar. Dan gaan ze kijken, oké, okay, wat gaat er allemaal gebeuren? Welke grote evenementen komen in de stad? en Blablabla. Mm. Bla, bla. En eigenlijk kwamen ze daar tot de conclusie, uh, dat werd gewoon gezegd van, er is geen E3 in 2023 en 2024. Uh, in de uh, stad dus. Ja, 2024, 2025. Geen E3 in LA inderdaad. En Um, nou, ja, dat ging natuurlijk meteen alweer. Hup, dan, dat gaat tegenwoordig. Dus uh, alle media zei van E3 is nu definitief dood. En uh, nou, de ESA kwam toch vrij snel weer met een, een mededeling. Maar als je gewoon goed leest naar een mededeling. En je, je probeert af en toe wat meer dat zakelijke nieuws te zien. Dan zeggen ze eigenlijk niet zoveel. Ze zeggen van. There's no final decisions. Uh, we still have a discussion. Um, dan lees ik eigenlijk niks meer van. Je hebt eigenlijk gelijk, maar. We zijn nog wel aan het kijken, maar we weten het niet echt. Maar ik, ja. we gaan nog niet nu nee zeggen. Kijk, als zij namelijk wel waren doorgegaan, of ze weten het, hadden ze gezegd. this is not true. Ja, dan be... hebben ze gezegd. We gaan naar een betere locatie. We gaan naar, Miami, whatever, naar weet uh, ik, wat. We gaan in ieder geval een E3 doen. Maar dat ja. zeggen ze niet. Ze zeggen alleen van, er is nog geen final decision. Ja. Dus uh, bij deze. Um, de E3 is dood. Ja. Ik, de E3 is dood ja. We wisten het al. De directeur bij Readpop is opgestapt <laughs> um, en daarmee weten we gewoon ook al dat de E3 dood is. Ja, wie weet wat er volgend jaar met Summer Game Fest gaat proberen. Uh, het liet al gewoon zien bij ons op de site gelukkig hoeveel mensen het wel leuk vinden dat moment. Uh, maar ja, er moet wel wat zijn, anders kunnen we geen moment creëren. Maar de E3 dat gaat hem niet meer worden. Nee, het is klaar. Goed, dat was hem. Volgende week nieuwe piepshow.